Hallo iedereen, Jeff250 hier. En welkom bij een gloednieuwe video. Het is de laatste keer dat ik een camera in mijn handen heb gehad. Zoals jullie weten, de laatste keer was vorig jaar. Ik heb al geprobeerd video's te maken, maar mijn hoofd zat echt met te veel dingen en sinds januari ben ik aan mezelf gaan werken en ja, ik ben een ander persoon. Nou, in ieder geval, welkom bij een gloednieuwe video. Ik zal je even bijpraten wat er gebeurd is. Nou, zoals jullie allemaal weten, ik ben begin vorig jaar in januari, ben ik deze YouTube-kanaal ben ik weer gaan vloggen. Of eigenlijk 2018, 2019. Toen heb ik video's gemaakt voor jullie. En ik zit nu thuis. Het is vandaag kerstavond. Ik bedoel, het is Sinterklaasavond. En ik wil jullie allemaal weten dat ik jullie ontzettend gemist heb, allemaal. Ook al hebben er niet heel veel mensen gekeken. Ik wil wel even jullie zeggen, ondanks jullie steun, ben ik jullie toch dankbaar. Want ik voor de laatste paar dagen we zitten sinds maart zitten we in zitten we met deze COVID-19 en het is allemaal super vervelend en het is allemaal, sommige mensen weten gewoon niet de ernst van de situatie waar we nu onder lijden, al die pannenkoekenregels. We weten allemaal dat we hier weer uitgekomen, want we hebben twee uitbraken gehad eerder in Nederland en daar zijn we ook uitgekomen. Dus ik denk dat we hier ook weer gewoon makkelijk uitkomen. Ik bedoel maar, elke situatie die begint, ja, kan ook weer eindigen. En ja, als we gewoon met z'n allen ons aan de regels houden, coronaregels, dan denk ik dat deze situatie sneller over zal zijn. Nou, het duurt al sinds maart, dus ik denk eerlijk gezegd, ze beweren dat wij rond januari weer gaan beginnen. Dat we rond januari gaan beginnen met de inentingen. Maar in ieder geval, daar zal ik nog niet zo zeker van zijn, want u zult maar weten, ze hebben zoveel vaccinaties getest op mensen en ze weten nog niet wat de uitwerking zou zijn. Dus we moeten sowieso onze hoop houden dat het wel even kan duren voordat we uiteindelijk terug kunnen gaan naar normaal. Terug kunnen gaan naar normaal. En het is allemaal niet echt fijn, want zoals jullie weten, het heeft in ieder geval veel te lang geduurd voordat wij weer aan het werk kunnen. Van maart tot en met mei is, even kijken, hooguit 3-4 maandjes thuis zitten. 3-4 maandjes, ja, zoiets, zat ik thuis. En ja, ja. Ik denk dat we gewoon de hele situatie gewoon zat zijn. Want we moeten overal mondmaskers op. Waar ik zeg, mondmaskers moeten we op. En zoals jullie maar weten, ik persoonlijk vind dat we genoeg onder deze situatie hebben geleid. En
En ja, ik persoonlijk vind dat de situatie waar we nu in zitten, we moeten het beste proberen ervan te maken. En ja, ik denk dat de rest wel voor zich spreekt. Want iedereen probeert het leven zo positief mogelijk te leven, ook onder deze situatie. En ik denk eerlijk gezegd, zoals ik er nu al denk, ik denk dat het voorlopig wel even duurt voordat we weer terug kunnen naar normaal. Maar in ieder geval met mij gaat het goed. Ik heb de laatste 11 maanden heb ik aan mezelf gewerkt, ben over dingen heen gestapt. Dus ik dacht van een kleine update was wel op zijn plaats, dacht ik. Dat jullie kunnen weten hoe goed het met me gaat. Ik ben ook heel trots op hoe ver ik ben gekomen. En we zijn zo ver gekomen. Ik en Ivanka. We zijn al 2 jaar verloofd. We hebben 5 jaar verkering. We zijn al sowieso rond de 6, 7 jaar zijn we al bij elkaar. En ja, en ook ik moet heel veel dingen leren. En dat kan ik in deze situatie. Vanaf januari hebben we dat aan het denken gezet. En nu ben ik 11 maanden verder. En ik voel me eigenlijk best wel redelijk goed erover. We blijven doorgaan. We gaan zo. We gaan ervoor. We kunnen deze situatie met z'n allen doorstaan, zolang we ons maar aan de regels houden. We gaan er met z'n allen voor en we gaan ervoor zorgen dat we sterk komen uit deze situatie, zodat we weer terug kunnen naar normaal. Ik zet mijn camera even hier neer. Wacht, ik weet niet of ik een hele goede setup heb hier. Wacht even. Kijken of ik een goede setup heb. Ja. Blijf staan, blijf staan. Oké. Nu heb ik alle twee mijn handen vrij. Wacht even hoor. Even er goed voor zitten. Zo. Ik zal even verder weg zitten. Zo. Zoals jullie allemaal weten, ik doe me super hard mijn best en geef een blij duimpje omhoog dat we weer sterk uit deze situatie komen en hopelijk dat er goede tijden voor ons aan gaat komen sowieso, want ik ben denk ik deze situatie wel een beetje beu aan het worden, want ja. Die mondmaskers en zo, en die regels, en die ben ik wel bang aan het worden. Want we zijn gezelschapsdieren, we zijn een kudde, we horen gewoon bij elkaar te zijn. We horen niet 1,5 meter afstand van elkaar te houden. We zijn er als mensen gewoon niet op gebouwd om lange afstand van elkaar te houden. We zijn net zoals koeien en paarden, we horen gewoon heel dicht op elkaar te zitten. Nou, di niet dicht op elkaar, maar ik bedoel iets dichterbij dan nu in ieder geval. We zijn niet gemaakt om zo ver bij elkaar vandaan te zijn, maar in ieder geval minstens zo dat het iets gezelliger is. Wij zijn gezelschapsdieren. Wij mensen horen niet 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Wij zijn er niet op gebouwd om dat te doen. We zijn er niet op berekend en nu moeten we erop berekend zijn. En het is gewoon heel naar allemaal. Want ik vind eigenlijk dat het te lang heeft geduurd. En
Ik hoop dat jullie daar met me eens zijn dat deze situatie nog wel een staartje krijgt. Deze coronasituatie. Ik denk dat het misschien nog wel een staartje krijgt. Misschien dat we nog een heel jaar aan deze situatie vastzitten. Je weet het allemaal niet. En ik hoop dat we in de toekomst weer met z'n allen vrij kunnen leven. Dat we weer naar festivals kunnen. Dat we weer heel veel familie op bezoek kunnen krijgen. En dat we weer gewoon ons oude leven dan terugkrijgen. Maar in ieder geval, in januari ben ik al 12 maanden aan mezelf aan het werk. Dus dat is reden voor een feestje. In ieder geval, ik heb nu geen alcoholische drank in huis. Maar ik ga morgen in ieder geval boodschappen doen. En dan gaan we er een knalfeest van maken. Een knal, knal, knalfeest. Maar in ieder geval, bedankt voor jullie geduld. Bedankt dat jullie zo lang op deze video moeten wachten. Het is niet makkelijk geweest om deze video te maken, maar ik dacht van, het moest er een keer van komen. Maar in ieder geval, blijf duimpje omhoog. In ieder geval bedankt voor het kijken. En hopelijk zie ik jullie in de volgende video. Blijf duimpje omhoog. Word aanschrijven van mijn kanaal. Laat een leuke reactie onder. In de reacties onder deze video. In ieder geval, was je handen regelmatig. Doe een mondkapje op. Hou je aan de regels. Hou voldoende afstand. Vermijd grote druktes. En tot de volgende keer. Peace.